Een actieplan, mobiliteitscentra. Alles werd uit de kast gehaald om de mensen die plotseling werkloos werden weer aan de bak te helpen. De komst van grote distributiecentra naar Roosendaal komt dan ook als een geschenk uit de hemel. Dat is heel goed nieuws voor de stad. En niet alleen voor Roosendaal, maar ook voor heel West-Brabant. Op dit oude Philips-terrein komt een groot logistiek centrum. Verderop in de stad is niet zo lang geleden Primark al neergestreken. Maar dit centrum wordt 2 keer zo groot. Als je weet dat Primark hier in Roosendaal al een heel groot bedrijf is met zo'n 350 tot 400 banen in de toekomst. Ja, dan hoef je niet zo heel moeilijk te rekenen om te weten dat dit daarvan nog een veelvoud van op gaat leveren. Het is natuurlijk aan ons om goede afspraken te maken van nou, welke mensen. Is er een goede verhouding tussen flexwerk, tussen vastwerk? Zijn ze ook bereid om mensen met een beperking eventueel aan te nemen op dit soort banen? Dus ja, daar liggen volop kansen, maar wel in goed overleg en een goede samenwerking. En die samenwerking is er al met gemeente, onderwijs en kenniscentra in de hele regio. De nieuwe distributiecentra zijn dus niet alleen goed nieuws voor Roosendaal. Ik zeg altijd, als het regent in Roosendaal, dan druppelt het in Breda, hè, en omgekeerd. Dus we moeten blij zijn als een bedrijf in West-Brabant land, waar dan ook. En ja, dat schept werkgelegenheid en die hebben we nodig om al die mensen aan het werk te krijgen. En dat gaat steeds beter en dat moet steeds beter en ik weet ook zeker dat het gaat lukken.